Goedemorgen. Dit is onze buschauffeur voor vandaag. Ja, dag. Hebben we er zin in? Ja! Nou, na 2 uur rijden zijn we dan in Wierum aanbeland. Kun je uitleggen wat achter je rug staat? Waarom dat er staat? Schot met onderbroek. Want ik ben een heel klein beetje Schots, maar ik heb wel een onderbroek aan. Ja, hij heeft maar geen onderbroek aan, maar hij zegt dat hij een onderbroek aan heeft. Maar ik vind het wel geruststellend. En welke tocht ga je doen? De lange of de korte? Dat weet ik. Ja, ik weet niet. Zijn we nog maar een korte, dus... Ik denk dat je met je vrienden mee moet, of niet? Ja, zeker. Zijn nog geen vrienden? Zijn wel vrienden, hoor. Okay. Ja, doe. Ja, eigenlijk 2-3 euro of zo. Verband bestellen. Ja, dat is echt een nummer, dat nummer goed in beeld. Dames, wat wordt het vandaag? De lange of de korte? De lange. Allemaal de lange? Ja, lang. We zijn sportief vandaag. Weet je, diegene die flesjes drinken hebben, zou het heel verstandig zijn als je ze even leeg drinkt. Er is hier rechts een kraan om ze weer even helemaal vol te maken met water, want het wordt verschrikkelijk warm. Zorg dat je genoeg drank bij je hebt. Wacht, hoge temperatuur. 23 graden, mooie regen. Nee. Dames, ik heb zojuist schokkend nieuws ontvangen. We gaan de korte doen. We zijn overgelopen. En waarom hebben jullie besloten nu omdat de korte te doen? Om mij. Correctie, om mij. Helemaal niet dat, door dat mij. Dat even duidelijk is. Ja, door mij, zie je? Door mij. En dat allemaal met een grassprietje. Welke tocht wordt het vandaag? Nou, het is een tocht voor de... Dat is echt leuk van! 7 of 12? Lang! Nou, 12 lang. Natuurlijk. Stoppetje. 7 watjes. Kom een slow motion beeld. Heb je nog zoveel macht over die jonge luiders? De tocht gaat beginnen. Iedereen loopt nog vol goede moed. Kijk hoe dat straks is. 7, 8, 9. Dames, laten we zien dat ze kunnen tellen. 2, bingo! 4. Samen te noemen. De eerste schoen is ook alweer teruggewonnen. En dan gaan we weer. Thank you.
Badijsvertol. We draaien al een paar leerlingen door. Daar hebben we Jeff. Ook wat pikkel. Nog steeds een smile op zijn gezicht. Kijk of we die er nog af krijgen vandaag. Hier weer wat dieper. Dan sta ik weer wat verder weg en dan kunnen we horen aan de geluiden. Er zijn er nog een paar blijven steken, maar die pikken we op de terugweg wel op. Valt er nog een beetje meter dus verder? Ja, wel. Ja, maar jullie zien er al aardig gehavend uit. Ja. Kun je volhouden? Ja. Wat wordt het, de lange of de minder lange? Lange. Toch wel? Ja, dat zijn de echte pikkels, hè? Ja. Ik ben trots op jullie. Is iemand met camouflage? Ja. Kijk, van die oorlogsstrepen. Is dat bewust? Ja. Ja, dan zie je hier niet zo gauw op het wat, hè? We zijn hier getuigen van een bizar ritueel. Niet iedereen komt ongeschonden uit de strijd. Zelfs hier heeft Marie bereikt. De kaf valt nu van het koren verschijnen. Dit zijn de bikkels voor de lange tocht. En dit de bikkels voor de iets minder lange. Ze hebben nu nog altijd wat praatjes. Maar we zullen straks eens kijken hoe zij over de finish komen. Dat allemaal zo hier in het wild. Ja. Massa hysterie neemt toe. Wil je nog even naar je moeder zwaaien? Hoi, mam! Nog even relaxen voor de terugtocht. Wat voor enge ziekte is dit? Geen idee. Deze leerling heeft het niet overleefd. Ah, de moed zit er nog toe, dit. De man met de camera. Ja, die moet weer water opstaan. Nee, ik moet zelf. Dit zijn de eerste drie die binnen zijn. Dappere dodo's met ijskoud water. Ja? Zwaar? Ja. Maar je hebt het wel gehaald. Staan jullie nog met z'n allen, alle meiden, voor één jongen te wachten? Ja. Dan ben ik wel benieuwd wie die jongen is. Ik kan me echt aan irriteren, ga nog maar niet. Wil ik even zien welke jongen dat is. Oh, wat lekker! Bonne. Is dat allemaal van jou? Nee. Het bleef nog lang onrustig in de bus.